Spiritualiteit is gewoon lang niet altijd leuk. Alleen het is wel vaak het meest leerzaam, daar waar het niet zo leuk is. Ik ben er ontroerd van. Echt ontroerd, diep ontroerd van. Dat er zoveel liefde is die dus zoveel leiding geeft. Zo, ik brak helemaal open. Ik vond het echt, echt geweldig. Het leeft niks meer van mijn David-verhaaltje. Luisteraars, welkom bij een nieuwe podcast van Eindbazen. En vandaag zit ik in de studio met gast David de Kok. Van 365 dagen. Maar eigenlijk vind ik dat een titel die al lang niet meer voldoet aan wat je allemaal doet. De keren dat wij elkaar hebben gesproken, toen hebben we het eigenlijk vooral gehad over de transformatie die vanuit 365 dagen kwam naar alle andere dingen die er kwamen. En ik denk dat het eigenlijk misschien wel een mooi ingangetje is. Waar heb je eigenlijk voor jezelf en je eigen persoonlijke groei? Wat is het pad geweest in de afgelopen jaren? Want jullie hebben natuurlijk een booming bedrijf neergezet, arena's gevuld, online programma's delen. Maar op een gegeven moment weet ik nog dat je mij vertelde dat het boeide je allemaal niet meer zoveel. Dus neem ons eens even mee. Ja, ik stond op een soort, als je terugkijkt, dan sta je op een soort van hoogtepunt van je carrière. Waarbij als je er staat, dat je dan denkt, is dit het dan? Dat is eigenlijk ook meteen een heel teleurstellend moment. En tegelijkertijd was het ook misschien wel het meest leerzame moment. Het is echt een kantelpunt. Volgens mij heb je in je leven een aantal van die kantelpunten, vind ik een mooi woord. En daar kantelde iets in mij. En dat was heel heilzaam. Ik ben zo iemand die, ik kan het lezen in een boekje, ik kan het horen van iemand, maar pas als ik het ervaar, als ik het heb gedaan, als ik het voel, zoiets, dan pas kan ik ook echt een kantelpunt maken. En dat gebeurde op dat moment inderdaad. Een gevoel van, laat ik het nog anders zeggen, eigenlijk was het een verwachting van, hier moet volmaakt geluk zijn, toch? Als alles lukt, zelfs nog meer lukt dan wat je eigenlijk ooit voor mogelijk had gehouden, want daar zaten we op een gegeven moment op. En dan moet je toch wel zo gelukkig zijn, dan moet je toch wel zo, dan ben je zo dicht bij God. Hè? Dat is een beetje zo'n soort gevoel. Maar dat was natuurlijk helemaal niet zo, het was gewoon hard werken En vooral daarna, maar wat gaan we dan nu doen? Dus het roept van een hele grote nieuwe vraag op. Van oké, we hebben nu zo'n hoogtepunt te pakken, maar wat wordt dan weer het volgende hoogtepunt? En voor je het weet, ga je van hoogtepunt naar hoogtepunt. Nou, dat waren we eigenlijk al een paar jaar aan het doen. En dat waren echt niet hoogtepunten van, we werden gevraagd om dit seminar te doen. Nee, dat hadden we dan bedacht. En dan gingen we dat boeken en dan gingen we kaartjes verkopen. En dan was het anderhalf jaar hard werken en dan was dat grote seminar er. En dan moest het volgende seminar natuurlijk nog groter. Ja. Dus er zat heel veel duwen in. Nou, antwoord op je vraag. Ik heb het vooral gezien als een steen de heuvel op duwen. Dus ik heb in mijn carrière, en dat was al voordat we begonnen met 365 dagen succesvol, steen de heuvel op duwen. In de overtuiging, als ik die steen niet duw, dan komt hij niet boven. Mm-hmm. En ik dan in dit geval samen met Arjan uiteraard. En dus wij samen. En dan op een gegeven moment gaan er meer mensen aan die steen duwen. En het was elke keer. Het was in zekere zin zwaar. En erg gericht op een eindresultaat. En in de hoop dan als we dat eindresultaat hebben. Dat je dan succesvol / gelukkig bent. Nou, gaandeweg kwamen we natuurlijk ook wel achter. Dat de reis op zich ook wel wat aandacht verdient. Maar dan sta je daar op een gegeven moment. En dan. Is dit het dan? Misschien was het ook wel gewoon leeftijd. Ik was natuurlijk dan tegen die tijd was ik ook zo'n beetje 40 geworden. Misschien is het ook wel de normale herbezinningsvraag. Maar in ieder geval, die momenten kwamen bij elkaar. Ja. Zo? Ja. Top. En toen, wat ervaarde je dan een bepaalde leegte of verveling? Of gewoon een soort van, dit is het dan toch niet helemaal? Nou, ik wil namelijk helemaal niet afdoen op dat traject. Hè. Het was een omzwerving langs successen, maar ook langs heel veel leermomenten en dingen die helemaal niet lukten. Alleen je gaat op een gegeven moment zien dat je steeds dieper in raakt. Het is eigenlijk, nu zou ik zeggen, het ego wilde zich steeds opnieuw bewijzen. Het ego doet het dan aan twee kanten. Dus aan de ene kant van je bent niet goed genoeg, dus dan moet je even bewijzen dat het wel kan. En dan vervolgens bewijs je dan dat het wel kan en dan gaat het ego zeggen, ja, maar kan nog groter.
Of het kan nog anders, of het kan nog gekker, of je had dit nog moeten doen, of enzovoort. Dus daar zit eigenlijk nooit een soort diepe tevredenheid in. En als je dat één keer doorziet, ja, dan heeft het geen zin om naar de volgende grote zaal te gaan. Dus wij doorzagen eigenlijk de nutteloosheid van ons geduw. Ja. Als je me nog kan volgen. En toen, ja, dan is het ook niet zo dat je dat dan een soort van de verlichting in je optreedt. En ik, nou, dat hoeft gelukkig allemaal niet meer. Oh, nu ben ik wel gelukkig. Nee, helemaal niet. Toen kwam er een fase, dat noemen ze de spirituele depressie. En die was er ook behoorlijk. Dus dan doorzie je het oude werk niet meer. Dit is een ego-route die alleen maar leidt tot harder werken en uitputting. Mm-hmm. En vervolgens komt er dan een fase, en die duurde bij mij best wel lang. Ja, maar ja, het nieuwe is er nog niet echt. We hebben inmiddels wel een hoop mensen in dienst en een hoop kaartjes verkocht al een jaar vooruit. En dus ja, je moet dan wel door blijven draaien. Ja. Dat vond ik eigenlijk nog pittiger. Overigens ook hele mooie momenten gehad. En die seminars waren altijd te gek. Maar het ging vooral eigenlijk om dat proces daar naartoe. En toen kwam COVID. Dus toen gingen we ineens gewoon even dicht. We dachten voor een paar maanden. Dat werd dus 2 jaar en een beetje. En dat was eigenlijk de grote omzwaai. Mm-hmm. Ja. Ook het gevoel van het hoeft niet meer. Dus als je het op een gegeven moment gezien hebt. Ja, dan heb je het ook echt gezien. Dan hoef je dat vinkje niet meer te zetten, denk ik. Ja. En wat heb je toen ondernomen voor jezelf? Of juist niet? Waar ben je mee aan de slag gegaan? Nou, ik heb er maar weer eens een dik boek bijgepakt. Ik hou erg van boeken. En toen ben ik in dat dikke blauwe boek gaan lezen. Cursus in Wonderen, jou wel bekend. En toen had ik al vrij snel in de gaten van, oh ja, dit is wel heel tof, maar hier heb ik wel hulp bij nodig. En toen ben ik na een interview met Giel Beelen, met Koekeroe, toen vertelde ik hem dat, we stonden gewoon nog een beetje zo te kletsen. En toen zei hij van, oh, maar ik ken Willem Goudemans wel, die kan ik wel eens voor je bellen. Ik zei, oh, wil je dat doen? Dat zou echt te gek zijn. Ja, zegt hij, maar wel op 1 voorwaarde, dan wil ik mee. Oké, nou, zo gezegd, zo gedaan. En toen zijn wij een jaar lang gewoon elke maand naar Willem gegaan om delen van dat boek te doen. Mm. En het mooie is, dat boek bestaat uit 365 lessen. Mm. Dus ineens was het weer 365 dagen, alleen dan nu vanuit de cursus in Wonderen. Dus dat hebben we zo gedaan. En daarna ben ik met Willem nog doorgegaan, een tekstboek gedaan, en het handboek voor leraren gedaan. En ik kom daar nog steeds. Dat is voor mij echt een enorme rustplek van studie. Van dat niet alleen maar ter kennisgeving aannemen, maar ook daadwerkelijk mee aan het werk zijn. Ja. En dan komt natuurlijk het bloed waar het niet gaan kan. Want ik wist natuurlijk wel iets van het organiseren van seminars en het bijeenbrengen van een aantal mensen. Dus daar zat het hem helemaal niet in. Dat vond ik een prachtig inzicht. Ik vind het geweldig om mensen bij elkaar te hebben. Alleen het maakt nogal uit welk verhaal je daar vertelt. Nou, nu was er ook ineens een nieuw verhaal. En dat vind ik dan leuk aan een leraar als Willem. Die is enorm aanmoedigend. Dus die zegt dan, ja, doen, tuurlijk. Geweldig, neem het boek mee. Nou, dan ben ik begonnen. Dat is nu ruim 1,5 jaar geleden. Om gewoon aan een groepje, toen waren het 300 mensen, iets daarover te gaan vertellen. Mm. Over het pad van wonderen, Miracle Roadmap. Hoe werkt dat dan? En tegelijkertijd zijn we ook begonnen met onze podcast. Zijn we gewoon weer opnieuw op gaan pakken. We hadden dat al best wel veel gedaan. Maar ik had daar op een gegeven moment geen nieuw verhaal meer bij. Maar nu wel. Ik had een nieuw verhaal. En ik heb een nieuw lievelingskindje, zeg maar. Dus mm-hmm. Ik was er zo door gegrepen. Van echt gek. Non-dualiteit is tof. En voor mij heel nieuw. En ik voel me ook enorm junior. Nog steeds trouwens. Maar ja, daardoor heb ik er wel heel veel basisinzichten in. Die doorgewinterde non-dualist waarschijnlijk al lang weet. Maar ik nog niet. En wij hadden natuurlijk ook een publiek die dat ook nog niet wist. Dus wij zijn dat gewoon gaan doen. Maar niet meer met doelstellingen. Dus we hebben geen target op de podcast. We hebben geen targets op de seminars. We hebben gewoon zin om die podcast te maken. Mm-hmm. En al luisterde er niemand. Nou, dan hadden we denk ik niet meer gedaan. Maar als er 1 iemand of 2 iemand zouden luisteren, dan is het al de moeite waard. En het werd vervolgens een rammend succes. Mm. Dus die podcast is echt giga goed beluisterd. Veel beter dan die podcast daarvoor. Terwijl ik dit een veel moeilijker onderwerp vind. Dit is de 365 dagen podcast. Ja. Hebben jullie het in een nieuw sausje? Nee, we zijn gewoon verder gegaan. Ja. We hadden er gewoon een paar 100 afleveringen staan. En zijn gewoon verder gegaan waar we gebleven zijn. We zijn er even, wat is het, een jaar of 1,5 of zo tussenuit geweest. En op een gegeven moment gingen we het gewoon weer doen. Ja. En toen kwam dit verhaal dus
weer naar boven. Of weer naar boven kwam. Ja, waren het gewoon lessen uit de cursus, dingen die we zo hadden meegemaakt in het leven. En daar kwamen vervolgens heel veel vragen op af. Dus mensen gingen ons vragen stellen. Zo was het hele format niet bedacht, maar dat gebeurde gewoon. En toen zijn we gaandeweg een beetje zo dat concept gaan ombuigen naar, weet je wat, dat is eigenlijk wel handig, want dan hoeven we ook niet elke keer een soort van audioboeken te maken in podcastvorm. Maar we beantwoorden gewoon kijkersvragen, luisteraarsvragen. Dus dat is wat we nu doen, 2 keer in de week. Ja, dat is zo'n feest. Dat is echt te gek. Dus we krijgen echt honderden vragen per aflevering. En dan pakken we er gewoon zoveel als we er kunnen beantwoorden in de tijd die ervoor is. En nou, dat doen we dan 2 keer in de week. Dat is echt, echt een enorm cadeautje. Maar er zitten dus geen... Dat was het grote inzicht. Er zit geen maakbaarheidsideaal omheen. Mm-hmm. En we hebben dus niet de podcast moet dit of dit of dit veroorzaken in de wereld. Of moet zoveel mensen bereiken. Nee, het maakt ons gewoon niet uit. Dus er komen vragen en daar leren wij ongelooflijk veel van. Want we moeten daar over nadenken. We moeten er iets over lezen misschien. We moeten er iets over zeggen. Dus dat is super leerzaam. Mm. En dat gezellig geldt voor die seminars. Want ja, dat begon met een groepje van 300 mensen die geen idee hadden waar ze naartoe gingen. Maar het volgende groepje was 400 man. En de groep daarna, 16 weken daarna, het is een programma van 16 weken, is het 1200 man. Ja. En toen zat het gewoon helemaal rammetje vol. Meer kunnen er niet in. Maar dit was ook het programma zonder, want toen we elkaar spraken, waarvan jij zei, ik wil wel een programma doen, maar ik wil niet vasthouden aan de inhoud, toch? Dat je... Exact, er is geen draaiboek in het programma. Ja. Want in non-dualiteit gaan we dan juist vanuit dat alles één is. Mm. Dat in principe het alleen maar de herinnering is aan dat je helemaal niet gebroken bent. Dat je helemaal niet... eigenlijk helemaal dat je niet eens bent wie je denkt dat je bent. Dus het is veel meer de herinnering, de liefdevolle herinnering aan wat je werkelijk bent, in ieder geval. Zo leggen wij het uit. Dus ja, dan ga ik natuurlijk niet allerlei plannen maken en hele dichtgeschripte draaiboeken zoals ze vroeger van onze programma's wel enorm dicht zaten, ja, vond ik. Mm-hmm. En dan leer je later, dus als je terugkijkt, dan oh ja, dat heeft vooral in de weg gezeten. Dat het zo, dat kwam ook wel een beetje door de omvang. Maar ik wist op een gegeven moment echt op minuut 12 ga ik op dat kruisje in die camera ga ik dat en dat zeggen. Ja. Dus daarmee had ik... Ik leerde zelf gewoon niet zoveel meer. Dat was het waarschijnlijk. Kijk, ik leerde hoe je op camera een zin moest zeggen of iets uit je hoofd moest leren. Mm. Dat is niet mijn lievelingsbezigheid. Ja. Maar ik vind met een zaal zijn en een vraag uit de zaal beantwoorden of met elkaar eigenlijk... Het is niet zo dat ik het dan per se weet, maar dan kijken we gewoon bijvoorbeeld in het blauwe boek of we vragen iemand anders erbij of we doen een oefening of iets dergelijks. En dan komt er een antwoord boven waar niet alleen de vraag stellen, maar waar het geheel iets aan heeft. Ja. Ja, dat is wel echt heel tof. Hmm. Hoe wordt het ontvangen? Wat zijn dan de reacties die anders waren dan normaal? Nou, de reacties waren altijd al wel heel goed. Mm-hmm. Dus ik zie daarin niet zo heel veel verschil. Maar wat ik zelf zo mooi vind, wij noemen het ook getuigen. Dus we zijn elkaars getuigen bij wat er geleerd wil worden. En dus als ik iets onderwijs, ben ik eigenlijk zelf iets aan het leren. En dat vind ik super tof. Ja. Want ja, als je echt iets goed wil onder de knie wil krijgen, kun je het maar beter onderwijzen. Want dan ga je het steeds beter onder de knie krijgen. Niet meer. Mm-hmm. Dus eigenlijk zijn de deelnemers zijn de getuigen bij wat er geleerd wil worden door mij in dit geval. Dus hele dankbare getuigen die dat mogelijk maken. Maar zodra zij iets vragen of uitwerken of iets dergelijks, dan zijn wij de getuigen bij wat daar geleerd wil worden. En dat maakt nogal een groot verschil in hoe je dan leraarschap ziet. Dus vroeger dacht ik, de leraar weet iets, de leerling weet nog niks. Of weet weinig daarover dat specifieke onderwerp dan. En dan gaat de leraar dat uitleggen en dan komen ze op hetzelfde niveau uit. Nou, dan zie je eigenlijk al dat de leraar eigenlijk niks leert. Ja. Nou, op het moment dat die leraar niks leert, dan kun je afvragen. In ieder geval, ik snap dat nu beter, maar ik vond het daarmee dus niet meer zo interessant. En daarmee ben ik gewoon aan het werk om geld te verdienen. Ja. Dus dan zijn de problemen van de deelnemers zijn eigenlijk... Ja, onderdeel van het businessmodel. Ik weet iets wel, jij weet iets nog niet. Dan verkoop ik wat ik weet. En dan komen we op hetzelfde niveau. Dus dan is er wel een financiële transactie. En dan is er zeker iets geleerd door de deelnemer. Maar niks geleerd door de zender. Of door de leraar in dit geval. Hmm. Mijn leven staat niet in dienst van het runnen van een groeibedrijf. Of van ik voel mezelf ook helemaal geen ondernemer. Dat is noodzakelijk kwaad. Maar ja, ik zou dit ook doen als ik er niet voor betaald zou worden. Ja. Dus het is
ik ben erop uit om iets op diep niveau te leren, te doorgronden. En dit is niet te doorgronden, dat weet ik ook wel. Dit is zo groot en fantastisch. Dat is, je leert daar een paar druppels van een hele oceaan. Maar met die paar druppels ben ik ongelooflijk dankbaar. Ja. En ja, blijkbaar reageren de mensen daar heel goed op. Ja, ja, mooi. Het is een soort ontspanning in die je dan ook onderwijst. Ja. Dus ik denk eigenlijk dat je veel meer onderwijst door wie je bent, of dus hoe je daar bent, dan wat je zegt. Kan je die ontspanning nu voelen omdat je jarenlang eigenlijk met druk en spanning, duwen, trekken, dat hebt geforceerd? Ja, en je hebt ook wel een vak geleerd. Daarom ben ik ook niet rouwig om die jaren. Ja. We hebben zo 8 jaar echt heel hard lopen rammen aan het vaak en veel en groot geven van die seminars. Hmm. Maar ja, als je iets maar heel vaak doet, dan krijg je natuurlijk ook wel bepaalde handigheid in. Ja. Dus ik ben niet schuw voor een grote zaal of voor een camera of voor moeilijke vragen uit de zaal. Of dat soort dingen hadden we allemaal wel gezien. Hmm. Alleen nu combineren we dat met totaal nieuwe inhoud. En dat vind ik echt heel tof. Want dat is voor mij een gigantische ontdekkingstocht. Ja. Dus ik heb echt het gevoel dat ik een hoofdstuk voorloop op de rest. En het is misschien iets meer dan een hoofdstuk, maar dat geeft net genoeg houvast, zeg maar, om er wel wat duiding aan te kunnen geven. Ja. Maar tegelijkertijd is het veel te weinig om een soort vooringenomen antwoord te kunnen voorschetsen. Want in die zin kan ik het, ik weet het antwoord ook niet. Maar als het antwoord er dan wel komt, in dit geval uit de deelnemer zelf, ja, dan zijn we toch getuigen van iets geweldigs. En dat is dan ook het wonder. Ja. Dus we staan er niet meer te vertellen wat we weten. We zijn aanwezig bij, we weten het allemaal niet. Oh, wat kunnen we hier een hoop leren? En dat is een veel dieper wonder, vind ik, dan de basale kennisoverdracht. Ja. Of zelfs het gevoel, ik weet niet of we daar, zullen we ook wel schuldig aan zijn geweest, maar het gevoel dat je als deelnemer dom bent. Dus dat je, dat je iets nog niet weet of eigenlijk al had moeten weten. Er is een bepaalde mate van superioriteit. Dat komt echt heel erg uit het ego. Ja. En daar ga ik gewoon niet meer zo goed op. Niet bij anderen, maar zeker ook niet bij mezelf. Dus echt die, ik wilde zeggen het niet weten, maar dat is eigenlijk ook stom. Het is een andere plek waar de zekerheid vandaan komt. En dat is veel meer vertrouwen. Mm. Vertrouwen dat er iets alwetends is. Dat hoef ik jou ook niet uit te leggen. Dat heb je natuurlijk meer dan genoeg ervaren. Maar als je in die overgave bent met elkaar. Dus het kan wel geweten worden, maar we weten nog niet door wie. Dan ben je in ieder geval uit de superioriteit. En ik denk dat ik vind het in ieder geval zelf een fijn soort leraarschap. Mm. Ja. Nou, mooi. Ja. Er komen 2 dingen in me op, dat natuurlijk best wel lastig is in het werkveld waarin we zitten. Dat je een zaal vol krijgt, mensen voor jou komen. Mm-hmm. Dat je gedachten ook heel erg corrupt maakt. Hè, dat je belangrijk bent of dat je meer weet dan anderen. Of dat je speciaal bent. Mm. Dat je speciaal bent, inderdaad. En vorige week las ik een hele mooie quote. Het is een stuk makkelijker om spiritueel te zijn als je een paar knaken in je broekzak hebt. Mm. En dat kan ik ook heel erg beamen. Dat als je vanuit een overlevingsstand, en dat hoeft niet eens financieel te zijn, maar als je in een relatiecrisis zit of gezondheidscrisis, dan is het echt verdomd lastig om daar op terug te pakken. Ja, dan zouden we het eigenlijk over de definitie van spiritualiteit moeten hebben. Mm. Dat is wel, ik heb daar zelf wat moeite mee. Omdat het, zonder al te veel in oordeel te willen schieten, maar spiritualiteit heeft al snel de connotatie, laat ik me voorzichtig uitdrukken, van wie er ook je inderdaad tijd en ruimte hebben om stil te worden. En dat dan wordt het bijna een luxe product, naar yoga te gaan. Maar op het moment dat jij gewoon dik vette crisis in je leven hebt, dan is het eerste wat er afvalt, is dat wierookje en de yogales. Want je hebt wel wat andere dingen te doen. Dus die kan ik wel volgen. Ik denk alleen dat het leven in de basis een spirituele ervaring is. Mm-hmm. En daarvoor hoeven we niet naar yogales. Nee. Dus we onder het mom van spiritualiteit missen we, denk ik, de echte vorm van spiritualiteit. Dus kun jij jouw ogenschijnlijke tegenslag als spirituele les zien? Mm-hmm. En dan ineens is het hele leven een grote spirituele ervaring, wat ik denk dat het is. En dat heeft voor mij ook wel wat voet in de aarde gehad. Maar dan hoef ik dus niet meer
mijn spiritualiteit af te scheiden. Ja. Dus, want dan krijg je gefragmenteerde spiritualiteit. Dat is geen spiritualiteit. Dat is een spiritueel ego wat je ontwikkelt. En op het moment dat je alles kan includeren, is dat een woord? Als je alles inclusief kan maken, dus elke ervaring als een spirituele ervaring kan zien, dan pas wordt het werkelijk spiritualiteit. Spiritualiteit is gewoon lang niet altijd leuk. Het is net als het leven overigens lang niet altijd leuk is. Alleen het is wel vaak het meest leerzaam daar waar het niet zo leuk is. Nou, dat vind ik een veel spirituelere benadering van het leven dan dat we het moeten fragmenteren. Snap je wat ik bedoel? Ja, 100%. Ja. 365 dagen gelukkig, dat is onmogelijk. En het ligt eraan welke definitie van geluk je pakt. Als je naar Plato kijkt, dan had hij drie basale geluksprincipes. En de hoogste vorm van geluk is gemoedsrust. Nou, wij noemen het vrede. En ik denk dat dat wel kan. Ik denk dat je 365 dagen in vrede kunt zijn. En je in ieder geval de vrede kunt herinneren. Mm-hmm. Ik ben niet 365 dagen in vrede, maar ik zit er heel dichtbij. En als ik er niet bij ben, ben ik wel heel snel weer terug in de vrede. 365 dagen je op een soort van high zitten van geluk, zeg maar het gekochte geluk, de hormonale vorm van geluk, dat is praktisch onmogelijk, omdat je dan niet meer zou herkennen dat je op die high zit. Want als alles een high is, heb je weer een hoogvlakte gemaakt. Ja. Dus dat werkt helemaal niet. En is ook helemaal niet zo interessant. Maar kun je in vrede zijn, zou ik zeggen, heb je een bepaalde gemoedsrust, ook als die heftige gebeurtenis plaatsvindt. Als dat kan, dan heb je denk ik waar Plato het over had, de hoogste vorm van geluk. En dan sta je eigenlijk los van de momentopname van het wat het leven op dat moment spiegelt. Mm. He, dus je en dat bedoel ik het hormonale moment. Ja, dus er gebeurt iets ogenschijnlijk heftigs. Daar hebben we vervolgens allerlei oordelen over, hebben we allerlei cursus noemt dat grieven over. En dus ga je op een bepaalde manier voelen. Maar je kunt nog helemaal niet weten wat dat goed of slecht is. Dus je zit eigenlijk in een fantastisch verhaal. Ja. En op het moment dat je daarin gaat, dan gaat dat linea recta ten koste van je gemoedsrust. Mm-hmm. Terwijl op het moment dat je weet, wacht even, mijn gemoedsrust is van mij. En dat is een weten zonder gedachten. Dat is zo diep weten dat als cursus noemt dat waarheid. Die innerlijke waarheid, als je bent liefde en de liefde wil zich alleen maar uitbreiden, dat overschaduwt, of dat is eigenlijk een verkeerd woord, maar dat daar kan alles in. Dus elk oordeel verdwijnt daarin. Ja. Nou, ik zal niet zeggen dat ik daar 365 dagen achter elkaar ben, maar het is wel opvallend vredig geworden. En dat is echt bijzonder prettig. En hoe heb je dat voor jezelf gecultiveerd en hoe pas je dat toe? Dat op het moment als nu straks gebeurt er wat en je raakt uit die innerlijke rust. Wat is dan jouw methode voor jezelf? Nou, het is vooral de herinnering aan dat de gebeurtenis zelf niet mij uit die rust haalt. Mm-hmm. En daarmee ben ik eigenlijk al niet meer uit de vrede. Ja, dus ik weet dat welke gebeurtenis dan ook, kleine, grote, heftige, ook kan ook hele leuke gebeurtenissen zijn, dat het eigenlijk verleidingen zijn, afleidingen zijn, die, als je niet uitkijkt, je afscheiding, dus jouw uniek zijn, jouw speciaalheid, jouw ik sta er alleen voor gedachte, wat ook heel speciaal is, dat die bevestigt. Mm-hmm. Ik weet inmiddels dat dat niet zo is, dat dat gewoon niet waar is. Dus ja, een gedachte die niet waar is, die heeft ook geen ja, waarom zou je niet geloven wat niet waar is? Ja. Dus daar moet ik dan, ja, dat is denk ik mijn grootste misvatting geweest in het leven. Dat ik ben gaan geloven dat al die gedachten die ik allemaal over mezelf had en over situaties had en vooral ook over anderen had, dat die gewoon helemaal niet waar zijn. Ja, dan ga je ook niet meer zo snel mee. Tuurlijk is die verleiding er wel, hè? Dat absoluut. En ik denk ook zolang je hier rondwandelt, dat iedereen van tijd tot tijd echt wel die verleidingen tegenkomt in zijn leven. Maar ja, ik ga gewoon niet meer zo snel van huis. Mm. Dat is een mooie cursus in. Dat komt uit les 160 uit mijn hoofd, uit het werkboek. Ik ben thuis, angst is hier de vreemdeling. Ja. En dat voelt steeds meer zo. Toen ik hem ooit las als cursusles, dacht ik, oh, dat is een mooi concept. Maar ik snap nu echt beter wat ze daarmee bedoelen. Omdat het ook echt vreemd voelt als ik me laat afleiden door, of laat verleiden, dat is het vaak, door het leven.
dan voel ik ook dat ik niet meer thuis ben. En dan is het niet zo heel moeilijk om terug te komen naar het huis. Want dat is eigenlijk de realisatie dat je daar eigenlijk helemaal niet van weg was. Je deed alleen even alsof je weg was. Hè? Dus je fladdert eigenlijk in de fantasiewereld van het brein. Maar ja, die is helemaal niet echt. Nee. Als je dat één keer doorziet, dan wordt het wel echt heel moeilijk om jezelf nog enorm mee te laten voeren door die fantasiewereld. Ja. Ja. En als we dat dan doorvertalen naar doelen stellen, manifesteren. Ja, dat doe ik dus ook niet. Nee. Maar het komt niet meer? Of nee, gewoon, niet meer. Gewoon in de zin heel van, erg gedaan. Ja. Omdat het non-dualisme natuurlijk, ik heb er zelf nog wel moeite mee. Ja. Ik heb met Paul Smit daar eindeloze discussies over gehad hier. Mm-hmm. Dat het allemaal maar gewoon gebeurt zoals het gebeurt. Maar dat ik je wil heel graag toch de controle hebben of de illusie hebben dat er. Dat ik en daar kom ik ook met een overtuiging. Ik heb ook nog steeds het idee dat ik overal hard aan moet werken of dat iets niet lukt. We hadden het hiervoor nog eventjes over dat bepaalde dingen nu wat minder goed lukken. Ik pak er eigenlijk ook een verhaal overheen van, oh, het is de markt. Het is dit, het is zo, zo maar. Verhaal. Ja. Ja. Het is niet waar waarschijnlijk. Nou ja, het is wel waar. Namelijk dat ikje van jou, die krijgt het niet voor elkaar. Nee. Weet je, wat je ziet aan de buitenwereld is, dat zal Paul ook zo zeggen, wat je ziet in de buitenwereld is een afspiegeling van wat je eigenlijk ervaart in de binnenwereld. Hmm. Want waar zit de waarnemer? Jij bent nog steeds de waarnemer, ook van de buitenwereld. Dus dat is gewoon één. Dus jij denkt een markt te zien en zoals je de markt nu formuleert, is hoe jij de markt waarneemt. Dat is niet hoe de markt is. Nee. Jij kunt nooit de hele markt overzien, dus het is jouw versie van de markt. Dus ja, waar is die versie? Die versie zit toch echt in jou? Ja. En daarmee zie je dus je eigen belemmering. De cursus noemt dit grieven. En dus je hebt een oordeel over, eigenlijk val je het aan, zou je zelfs kunnen zeggen, oordeel over de markt en eigenlijk over jouw plek in die markt. En dus heb je een oordeel over jezelf. Ja. Heb je jouw beeld van de markt. Ja, en de route van een cursus in wonderen is vergeving. Mm-hmm. Dus alles gaat over vergeving, vergeving, vergeving. Want anders ga je namelijk roepen, oh sukkel, nou, zie je, was ik weer uit. Heb ik weer geoordeeld over de markt. Echt, domme lul. Ja, dat is ook uit het ego. Ja. Ja, dus dan wordt dat het loopje. En het ego maakt niet uit. Hè. Het ego is de hele tijd bezig om aan te vallen. Nou, dan is dat de aanval geworden. Ik had een maatschappelijk gezien misschien iets maatschappelijk gezien succesvoller aanvalstrategie. Namelijk, alles kan, als je maar wil. We boeken gewoon een zaal, we kijken wel hoe ver we komen. Maar dat is ook allemaal ego. Dat is alleen het ego van bewijs. Mm-hmm. Daar krijg je precies dezelfde gemoedsrust van uiteindelijk, namelijk niet. Dus of je het namelijk niet doet omdat je bezwaren ziet, of omdat je het wel doet vanuit het idee van, maar ik moet eerst bewijzen. Het ego is in allebei de gevallen is die heel blij. Namelijk, ik ben een ikje. En de liefdevolle eenheid, ja, dat is niet voor mij. Ja. En dan kom je inderdaad, dat klopt, dan moet jij manifesteren, dan moet jij doelen stellen. En ja, ik heb dit natuurlijk jaren onderwezen en het werkt ook. Je kunt absoluut die doelen stellen en stapjes maken en je mindset er naartoe brengen en dan lukt het ook. Alleen is dat werkelijk wat je in dit leven te leren hebt. Voor mij, en ik kan alleen maar voor mezelf spreken, ik hoeft daar verder niks meer mee. Ik weet dat dat zo werkt. Maar ik weet ook dat het je niet levert. Namelijk gemoedsrust. Hè, het gevoel van innerlijke vrede. Niet along the way. En ook niet als je er staat. Nee. Eén kleine kanttekening nog. Je noemde het non-dualisme. Daar ben ik wel zelf streng op geworden. Voor mezelf in ieder geval. Maar ik denk mooi om het even hier uit te leggen. Want ik heb het over non-dualiteit. Niet over non-dualisme. Hmm. En een isme gaat over een overtuiging. En dan. Nou ja. Als het... Een heleboel ismes. Voor mij is het geen isme. Voor mij is het non-dualiteit is een... Concept? Een concept, ja. Een vingerwijzing om iets te duiden wat mij betreft alles includeert. Dus het is juist niet om het te onderscheiden. Want non-dualiteit is letterlijk, het is allemaal één. Mm-hmm. Is het niet duaal. En in een isme is het... voor mij is het geen isme. Dat is eigenlijk het enige wat ik er even over wilde zeggen. Ja, mooi. Ja. Dus heeft dit... dat moet dan ook wel een verandering zijn geweest in hoe dat jullie met je bedrijf opereren. Want daar moet je natuurlijk wel op targets en KPI's en dat soort dingen. Nee, dat doen ze helemaal niet. Niet meer? Nee, wanneer? Nee, en dat gaat beter dan ooit. Ja. Ja. Nee, absoluut niet. Nee, dus dan kom ik, ja goed, ik blijf er maar een beetje mee strooien. Maar er zit een hele mooie cursusles
in les 135, alinea 11, dat is een van mijn favoriete zinnen. Mm-hmm. Een genezen denkgeest maakt geen plannen. Want als jij namelijk het idee hebt dat jij een plan moet maken om ergens te komen, dan heb je, doe je eigenlijk alsof het hogere niet bestaat. Hè, alsof de eenheid niet bestaat. In de cursus mm-hmm. noemen ze het God. Maar daar bedoelen ze niet mee de Bijbelgod, maar daar bedoelen ze gewoon liefde mee. Daar bedoelen ze het universum mee, in mijn woorden. Dus eigenlijk bewijs je dan dat als jij een plan moet maken en als jij het niet doet, dan gebeurt het dus gewoon niet. Nou, dat heb ik ook jaren geloofd. Als ik het niet doe, als ik die steen de heuvel niet opduw, ja, dan gebeurt echt helemaal niks. Terwijl ik doe nu werkelijk helemaal niks. Duidelijk nul. En het is echt succesvoller dan ooit. Ja. Dus ja, ik kan alleen maar voor mezelf spreken, maar voor mij is daarom is het ook zo'n waardevolle zin voor mij geweest. Een genezen denkgeest maakt geen plannen. Zodra ik toch een plannetje ontwikkel, zodra ik me toch laat verleiden, oh, dit gaat eigenlijk wel lekker. Weet je wat, laat ik het toch maar eens kijken of we dit nog verder kunnen brengen. Oep, zakt het gelijk in. Werkt gelijk meteen niet meer. Ook mijn energie zakt in. Het is een hele directe spiegel waar ik in kijk. Hmm. Een genezen denkgeest maakt geen plannen. Oké, maar is er dan geen plan? Ja, absoluut is er een plan. Absoluut is er een plan. En dat is ook grappig genoeg jouw plan, want je bent één. Het is niet een plan van een man op een wolk met een jurk en een baard en weet ik veel, een groot boek. En die zal eens even in het plan van David de Kok of meneer Meerman of whatever even kijken. Zo werkt het niet. Mm-hmm. Dus het is het plan van de eenheid. En op het moment dat je herinnert, wacht even, ik ben één met die schepping, ik ben één met die bron, dan is het ook je eigen plan. Alleen dan ga je dus veel meer in de cursus noemt dat stilheid. Dus dan ga je naar de stilheid van aanwezigheid. En dus dat is de stilheid van voorbij aan al die ruis in je hoofd. Dat is daar. Dus dat hoeft niet per se stilte te zijn. Want voor je het weet gaan we allemaal weer ismes maken. Dan gaan we moeten mediteren om er te komen. Nee, dat hoeft dus helemaal niet. Maar op het moment dat er een bepaalde mate van stilheid in jou is, de wonder staat, kom je in die wonder staat, ja, dan is er leiding. En we kennen dit allemaal. We hebben namelijk allemaal als een intuïtieve keuze gemaakt. Mm-hmm. En de een misschien wat meer dan de ander, maar we maken allemaal intuïtieve keuzes. Waar is die intuïtie dan op gebaseerd? Waar vertrouwt die intuïtie dan op? Echt niet op jouw denkkracht, want anders had je wel een rationele keuze gemaakt. Dus ja. je bent al gewend aan het maken van intuïtieve keuzes. Alleen we hebben dat gewoon nog niet zo ontwikkeld. Mm-hmm. Omdat je op school en in de maatschappij, en zeker hier, in die westerse samenleving, heel erg op die rationele kant wordt onderwezen. Dat is de norm. Mm. Dus het vraagt wat oefening. Ja. Maar we doen het allemaal. We kunnen het allemaal. Ja. En op het moment dat je dat gaat doen, steeds meer gaat doen, dan ga je dus ook vertrouwen in de diepte op die intuïtieve onderstroom. Ja. Nou, de cursus noemt dit Heilige Geest. Ik vind intuïtie een prima herkenbaar. Heilige Geest vind ik een vaag concept. Wel mooi. Prachtig. Ik vind het prachtig klinken. Ja, en ga maar doen. Toch? Hoe bedoel je, de Heilige Geest tot je laten... Ja, want dat wordt heel snel, en heb ik ook wel een tijdje gedacht nog, als een soort, toch als een entiteit buiten je. Mm-hmm. Dan is het de Heilige Geest. Ja. En dan ga je wachten tot de Heilige Geest spreekt. Maar wat nou als het je intuïtieve stem is, hè, de stem van je ziel. Bij mij spreekt die stem van de ziel, mijn intuïtie spreekt niet met woorden. Hmm. Dus ik heb echt moeten leren, want anders ga ik zitten wachten. En dat tekenen zweet het ook al zoveel. Dan wordt het lekker donker en dan kom ik helemaal in mijn zone. En dan ga ik wachten op het visioen. Dat heb ik ooit wel eens één keer gehad. Maar toen kwamen er nog 900 hutten waar die niet kwam. En dat wordt op een gegeven moment frustrerend. Hmm. Tot ik me op een gegeven moment besefte, of eigenlijk iemand zei tegen me, zo gaat het natuurlijk vaker. Ja, maar hoe spreekt die Heilige Geest, bij de zweet het noemen het Great Spirit. Hoe spreekt die grote geest dan tot jou? Is dat dan met woorden? Ja, de eerste keer was het met woorden en beelden en het was heel helder. Ja. Dus dat is zeg maar het hele kleine stukje waar je dan specifiek op afkadert. Zou het ook kunnen dat het misschien communiceert via een gevoel of een bepaalde handeling die je zou willen doen? Of misschien wel een liedje? Of iets wat iemand tegen je zegt? Of moet het dan toch weer allemaal uit jouw beeld of geluid komen? Alsof je het alsnog zelf had kunnen bedenken of zien. Oh ja, dat is waar, zeg. Dat is zo. Nou. Er wordt dus de hele tijd tegen je gesproken. De hele tijd. Je intuïtie gaat niet weg. Wij zijn met ons bewustzijn daar niet. Mm-hmm. Maar op het moment dat je bewustzijn bij je intuïtie brengt, ja, dan is het de hele tijd. Dan gaat het helemaal vanzelf. Nou, en dan gaat het dus niet meer over doelen stellen, KPI's bepalen enzovoort. Nee, dan gaat het over goed aanwezig zijn bij hoe het zich wil ontvouwen. Ja. Dus iets wil zich steeds ontvouwen. En dat zie ik dus nu ook als mijn enige taak, ook bedrijfsmatig.
He, dus het programma Miracle Roadmap, dat heb ik niet bedacht. Dat programma ontvouwt zich. Daarom is het ook niet zo'n voorgeschript draaiboek. Maar zelfs het programma zelf, he, dus de titel en het feit dat het er is, heb ik ook niet zelf bedacht. Mm. Ik stond namelijk op het punt om gewoon weg te gaan. Ja. Ik stond op het punt om precies waar je mee begon. Ja, 365 dagen, ja, dat is wel moeilijk te rijmen met dat nieuwe... Dus ik dacht, nou, dan kom je vanzelf op een punt. Dat is prima, dan het bedrijf hoeft niet weg, maar ik heb daar eigenlijk niks meer te zoeken. Want dat is een verhaal wat gewoon niet meer zo goed matcht met waar ik wil leren. Ja. En dan vind ik het wel een mooie anekdote, dat jij hebt echt op het punt gestaan om naar kantoor te rijden. Ja. En te zeggen, ik kap ermee. En op diezelfde dag heeft Arjan mij een presentatie gegeven samen met twee prachtige vrouwen die bij ons nu de directie runnen. Joukje en Lotte. En die zeiden, joh, ga zitten. En zou je hier eens over na willen denken? En toen hebben zij de naam Miracle Roadmap bedacht. Toen hebben zij gezegd, goh, hoeveel mensen wil je dan hebben? Toen zei ik, ja, maakt me niet uit. Ik vind het fantastisch. Als ik mijn verhaal mag vertellen, dan doe ik graag mee. Nou, zei Joukje, wil je dan zullen we met 300 man beginnen? Ik zei, ja, top, lijkt me geweldig. Ik dacht ook nog, maar ja, dan zie je het weer ego. Ja, dat lukt natuurlijk toch niet. Wie zit nou op dat verhaal te wachten? Maar goed, prima, we gaan het wel zien. Ja, cash yourself, maakt ook niet uit. Ik doe een stap terug en ik kijk hoe het zich ontvouwt. Nou, was ik letterlijk aan het doen. En dat is een wonder op zich. Hmm. En die levenshouding is een houding van 100% vertrouwen. En dat moet namelijk wel, want anders, ja, als je het maar een heel klein beetje vertrouwt, dan ga je toch ertussen zitten en dan heb je dus helemaal geen stap achteruit gaan. Dan doe je alsof je een stap achteruit gaat. Dus 100% vertrouwen. En het tweede is ook 100% geduld. Want op het moment dat je wel vertrouwt, maar echt geen geduld hebt, dan had je eigenlijk ook geen vertrouwen. Nee. Dus dat zie je aan het geduld wat je daar hebt. Nou, je slaat echt spijker op zijn kop. Want ik reed inderdaad naar kantoor met het idee van, god, dit gaat wel heel erg binnenkort, misschien wel vandaag afgelopen zijn. Hmm. En ik reed vervolgens weer van kantoor met, wauw, dat is te gek, zeg, hier is een wonder gebeurd. Ongelooflijk, hè? Ja. Hoe je kan switchen daarin. Ja. Nou, en ook de ruimte die... Maar toen zou dat nog wat... voelde het in ieder geval wat anders. Maar ik denk dat ik heel duidelijk leiding en richting heb gegeven aan 365 dagen succesvol in die eerste jaren. En het succes van 365 dagen succesvol is zonder enig twijfel is Arjan Vergeer. Want die heeft daar echt marketing power achter gezet. Die kwam ze heel consistent ook met het op een gegeven moment inhuren van een bureau en het aansturen ervan. En dat de hele tijd maar zorgen dat het op schaal kwam. En dat vooral aan de voorkant dat bereik zo enorm werd. Dat is echt alleen maar zijn verdiensten. Dus dat was fantastisch. En nu, als ik kijk naar mijn aanwezigheid daar nu, is dat is echt totaal anders. En ook trouwens die van Arjan, want die doet eigenlijk ook niks meer. Hmm. Dus wij zijn allebei, en hij in eerste instantie omdat hij Bali wil gaan wonen en heel duidelijk ook fysiek een stap achteruit heeft gezet. Hmm. En ik, omdat ik zei van ja, maar ik wil echt leren hoe het is als iets zich ontvouwt. En ik ben ook bereid om daar alles voor op te geven. En op precies datzelfde moment was het dus niet doorbreken van de verbinding, maar was het doorbreken van de doorbraak. En die prachtige dames, die stonden op. Die zeiden, oké, maar dan gaan wij die taak wel doen. Dus Joukje en Lotte, die runnen nu 365 dagen succesvol. Die regelen alles. En het enige wat ik hoef te doen is op die dagen te verschijnen. Dus het is voor mij succesvoller dan ooit. Want ik hoef me echt alleen maar te omringen met de stof die ik zo geweldig vind. Waar ik zo bevlogen over ben. Het is voor hun heel geweldig. Want ze hebben echt werkelijk alle ruimte. Ook om er een potje van te maken wat ze niet doen. Dus dat is mooi. En het is... Als je puur kijkt, cijfermatig, is het succesvoller dan ooit. Hmm. Ja. Maar dat is wel echt een hele mooie beproeving geweest. Een hele positieve zin van, een genezen denkgeest maakt geen plannen, maar dat wil niet zeggen dat er geen plan is. Ja. Want er bleek dus wel een plan te zijn. Mm-hmm. Sterker nog, ik kreeg het gepresenteerd, prachtige PowerPoint, naam, logo, alles was al klaar. Oké, dat was dus al een plan. Ja. En ik hoef dan alleen maar te voelen, is dit voor mij de volgende stap. En dat is zo'n innerlijk ja. Daar heb je dus geen, snap je, er zit een verschil tussen geloof ik iets of vertrouw ik erop of is het gewoon innerlijk weten. Mm-hmm. Ja, dit was een 1000% ja. Zo van, wat een cadeau, wat een geschenk is dit, zeg. Mm. Geweldig. En toen wist ik nog niet dat het geschenk nog vele malen groter zou worden. Maar ja, toen was er ineens een mooie zaal, was het publiek, werd het heel goed ontvangen, ging het groeien. En
Dus ja. Het cadeau was nog veel groter dan ik me überhaupt kon voorstellen. Ja. Nou, mooi. Denk je dat je daar de optie had om te zeggen, nee, ik stop er toch mee? Ja, die was dan wel uit de... Tuurlijk was die optie er geweest, maar dan was die duidelijk uit het ego geweest. Mm. Ja. Want het is namelijk de grap dat het ego, wat ik al eerder zei, die is altijd blij als je iets... als je ergens over oordeelt. Dus dan had ik... Nou, kijk, als je op een gegeven moment doorkrijgt dat iets niet meer voor je werkt, dan is de meest logische reactie om het dan weg te doen. Ja. Dat komt ook uit het ego. Schuldig. Ja, exact. Want dan zit je op de schuldterrein. Ja, ik bedoel even, ik ben daar schuldig aan geweest met bijvoorbeeld een bedrijf wat ik ooit heb verkocht. Of, ja. Het dient niet meer, dus moet het weg. Ja. Dat is exact wat het ego doet. En dan... Nou, als ik kijk naar 356 dagen succesvol, ik zag van dat verhaal wat daar stond, zeg maar toch het meer aan de kant van de maakbaarheid. Ja, het werkt wel, maar het is gewoon niet meer het verhaal wat ik wil uitdragen, want ik wil juist naar ontvouwen, naar vertrouwen, naar dat hele stuk. Dan moet dat dus weg. Nou, dat kwam echt één op één uit het ego. Want het hoeft natuurlijk helemaal niet weg. Je kunt gewoon zelf in die staat van vergeving, in die staat van gemoedsrust komen. Het is al een paar jaar geleden, dus ik was ook nog een beetje aan het oefenen. En dat zal de rest van mijn leven zo blijven, gok ik. Maar het was Edwin Selei die dat op een gegeven moment tegen mij zei. Op diezelfde dag in de ochtend. Want daar liep ik een wandelingetje mee. En die weet ook veel van de cursus. En die zei, joh, is dat stiekem dat opgeven van jou? Want ik was daar heel trots over. Ik zeg, joh, ik heb besluit genomen. Ik ga weg. Want dan komt er ruimte om dit allemaal te doen. En toen zei hij, joh, komt dat stiekem niet ook uit het ego? En toen viel het kwartje, ja, natuurlijk. Hij zei, joh, ga er nou gewoon heen en ga nou eens achterover zitten. Ga nou eens echt les 155, denk ik uit mijn hoofd. Ik doe een stap terug en ik laat me de weg wijzen. Mm-hmm. Okay. En ik laat hem de weg wijzen, dat staat er letterlijk. Dus ik ben er gaan doen, op mijn handen gaan zitten en gewoon wachten. En ik dacht echt, we gaan gewoon een reguliere managementoverleg hebben die even extra was ingelast om weet ik veel wat. Nee, ze hadden voor mij een presentatie voorbereid. Moet je eens voorstellen dat ik mijn ego even voorop had gezet in mijn oude manier. Ik was natuurlijk de baas en het ging naar mij luisteren en de baas had gesproken en besloten, daar gaat het meest op. Dan was die presentatie had niet plaatsgevonden. Ja. Right? Maar door de stap terug te doen en het, ja, de liefde kwam weer terug. En het was nog maar het begin van iets. Het voelde meteen goed, gelukkig voor iedereen, denk ik. Maar als ik zie hoe ontspannen, hoe plezierig wij nu een heerlijk bedrijf hebben. En in wat voor schril contrast dat stond met de jaren daarvoor. Want dat was dus echt gebaseerd op targets. Ja. KPI's. Het was nooit goed genoeg. Want dan was de zaal weer volgeboekt. En dan moesten we naar een grotere zaal. En weer naar een grotere zaal. Nog meer mensen. En volgend jaar weer. En nu alvast tickets verkopen. Want ja, nu zijn ze... Nee joh. Echt niet. Daar word je niet blij van. Dit is niet... Ik vond het niet inspirerend. In ieder geval niet voor mezelf. Eigenlijk bewijs je de hele tijd... op een subtiel niveau dat je niet goed genoeg bent. Mm-hmm. Denk ik. Want dan moet die zaal nog groter, dan ben je echt goed. Maar ja, dan wordt heel snel weer comfort en dan moet het nog groter en nog groter. Ik was wel een beetje klaar met het idee dat ik niet goed genoeg ben. Ik denk, nou, ja. Volgens mij houden genoeg mensen van me en anders weten ze dat gewoon nog niet. Mm-hmm. Mm-hmm. Het is wel goed. Mooi. Ja. Hoe heeft dit jouw kijk op... eigenlijk een andere tak van sport verandert, maar dat is bijvoorbeeld dan de zweetert. Ja. Wat natuurlijk, nou ja, de cursus denkt niet zozeer in religies en in shamanisme, mm-hmm. Weer een isme. Ja, weer een isme, zeker. Dus hoe heeft dat je... Pak nog even een beetje water, vind je? Ja, dus dan ga ik even nadenken. Hoe is dat? Nee, ik ben helemaal oké. Okay. Ik ben eigenlijk heel benieuwd of dit een vaak zien mensen dit soort dingen gescheiden. Hè? Mm. Was bij mij ook zo hoor. Vorige week had ik een heel ding met iemand die mij wees op een jonge iemand die God gevonden heeft en plantmedicijnen had gedaan. En nu een heel verhaal afstak over ze had nu God gevonden en dat was allemaal dat was niet wat God had bedoeld. En dan kom je al snel in hekserij, in tovenarij. Staat letterlijk in de Bijbel, dan moet je uitblijven. En daar viel volgens haar dit ook onder. Maar ik zat ernaar te luisteren en ik probeer dat echt te begrijpen.
Als in de Zweedhut valt daaronder. Nee, oh, ja, ook. Nou, ja, gewoon, want ja, dat is natuurlijk ook een natuurvolk. En dat is ook eigenlijk... Kijk, die Indianen zijn natuurlijk ook op een gegeven moment... een soort van gedwongen gezet, om... Ja. Maar hier heb je een Bijbel en dit moet het. En, ja, ik probeerde daar echt naar te luisteren. Omdat ik het ook probeer te begrijpen. En dan denk ik, ja, als je vanuit die koker... dat boek, als dat heilig is... en er staat in dat je weg moet blijven van... tovenarij en hekserij, en jij denkt dat dat zo is, dan, ja, dan is daar, dan kun je, dan is de discussie eigenlijk al een soort van eindig. Maar ik hoorde daar ook wel gewoon iemand in die in mijn optiek niet in de diepte het concept erachter geweest. Hè. Ik heb dan ben in de jungle geweest, ik leef met Indianen en dan hoe zij over dingen sprak. Hoe dat het zou zitten volgens haar, dacht ik, ja, je hebt de klok horen luiden, maar je weet niet waar de lepel hangt. Nee. En dat is geen niet een oordeel naar haar. En ik ben dan misschien ook de purist daarin, maar ik vond het wel heel fijn om ons dan, en zeker natuurlijk dat nu met alles wat er in de wereld gebeurt, om gewoon kritisch te denken, maar ook over kritisch te kunnen analyseren over hoe je naar bepaalde dingen kijkt. Mm-hmm. En ja, ik was gewoon even heel erg benieuwd in... kijk, ik vind shamanisme een heel vredelievend iets. Ja, dat is het ook. En ze zei toen, ja, maar dat moet je niet doen. Ze zet je de deur open naar Satan. Toen dacht ik, dat is een interessante. Want ik geloof niet zo in Satan. Sterker nog, het stamhoofd dat zei... Ik was daar 2 jaar geleden, in het begin van de oorlog in Rusland. En toen zei het stamhoofd op een gegeven moment tegen mij. Hij zegt, ik denk dat God dat wel een machtig man is geweest. Maar hij heeft ook lijden gecreëerd. En dat zit helemaal niet in onze cultuur. En dat vond ik zo mooi. Als je dat element gewoon weghaalt. Hè? En ja. Dat. Nou, in A Cursus in Wonderen wordt er denk ik een andere God aangesproken. Want je moet je nou eens voorstellen dat God ook niet de liefde is. Nou, als je zegt, God heeft ook lijden gecreëerd, dan hebben we het in ieder geval niet over wat ik bedoel met God. En ook niet wat er in de Cursus in Wonderen bedoeld wordt met God. Hmm. Want God is liefde, dat is hetzelfde. Liefde, die... Daar bestaat geen dualiteit. Liefde is de non-dualiteit. Dat is de non-duale staat. Alles wat gaat over iets wat er nog niet is, wat er wel zou moeten zijn, is een vorm van dualiteit. En heeft dus niks met liefde te maken. Op het moment dat je zendingsdrang krijgt, dat is een heel gevaarlijk randje, ook als je ergens iets heel waardevols hebt ontdekt, dan ga je ook iets enorm afwijzen, hè, want dan zien zij dat verkeerd. Ja. En dat is volgens mij, dat heeft niks met liefde te maken. Eigenlijk, als je diep kijkt, heeft dat vooral veel met angst te maken. Of weer met superioriteit, wat eigenlijk ook angst is. Als je een soort absolute waarheid predikt. Ja, dat is denk ik onhandig. Ja, wat sowieso wel een contradictie is. Want ja, absolute waarheid, ja. Ja. Nou, er is wel één waarheid waar we denk ik heel weinig discussie over zullen hebben. Dat is namelijk liefde zelf. Mm-hmm. Dus volgens mij is het in het leven... Er is heel veel liefde of er wordt geschreeuwd om liefde. En daar houdt het ook meteen op. Dus je ziet of liefde of de schreeuw om liefde. Maar dat is nog steeds in de basis een uiting van het bestaan van liefde. Alleen je ervaart de afwezigheid ervan. Maar kijk, als je het niet zou ervaren, als je niet zou weten dat het bestaat, zou je er ook niet om schreeuwen. Ja. Dus elk conflict, of het nou over op de hele grote schaal gaat, of over gewoon een conflict als een irritatie thuis, het is in feite allemaal hetzelfde. Het is allemaal weg bij eenheid. En dus ook weg bij, als je mij vraagt, ja, nou ja, de bedoeling van het leven, alsof dat in die zin een bedoeling heeft. Het is de herinnering aan de eenheid, dat is denk ik beter gezegd. Mm-hmm. Dus ik zou niet zo snel met mijn boekie vertellen dat anderen dat anders moeten zien. En by the way, gelukkig is de cursus daar zelf heel helder over. Er zijn 1000 wegen en dit is er 1 van. Hmm. Meer dan 1000 wegen en dit is er 1 van. Dus er zijn heel veel stromingen, heel veel manieren, heel veel liedjes, heel veel, noem het maar op, waar je de eenheid kunt ervaren. Ja. Nou, als je één keer de eenheid hebt ervaren waarin het voor jouw gevoel klopt, dan heb je het in feite doorzien. Wat je alleen vaak ziet, en nou, ik kan me natuurlijk niet uitlaten over
of oordelen over iemand die ik niet ken. En ik moet het nu doen met die drie zinnen die jij net zegt. Hmm. Maar wat je vaak ziet, is dat het ego dan probeert dat daar weer iets van te maken. Want het ego schuift het toch weer in zijn kamp. Bijvoorbeeld, oh, nu heb ik iets geweldigs. Ja, zo zit het. Dit is de waarheid. Dit moet de rest ook weten. En dan krijg je zendingsdrang. Ja. Nou, dat komt geheid uit het ego. Mm-hmm. En dus het is eigenlijk heel simpel. Je ziet of liefde, of je ziet angst. Nou, als je liefde ziet, heb je geen enkele drang om dat op zendingsniveau te doen. Want dat kwam namelijk uit angst. Dat kan niet bij elkaar. Als je het vanuit liefde ziet, is het helemaal oké. Okay. Is het ook oké om niks meer te doen? Ja. Dat is natuurlijk de standaardvraag die ik de laatste tijd veel krijg. Is dan, waar word je daar dan niet heel lethargisch van? Word je dan niet heel... En waar zit dan nog je levenspush of zo? Waar zit die drive dan, die je vroeger altijd zo had? Nou, die is er dus niet. En wat doe je dan de hele dag? Ja, dit soort dingen vind ik geweldig. Maar omdat ik gevraagd word. Ja. That's it. En omdat ik gevraagd word om te praten over mijn favoriete onderwerp. En als dit over bankieren zou gaan of bitcoins, dan kom ik niet. Maar als het gaat over... Als het hierover mag gaan, ja, dan vind ik het gek. Dus dan ontvouwt het zich weer verder. Nou, hier luistert misschien weer iemand naar die dan... Of het boek dus pakt, of nog eens iets op Google, of weet ik wat, of een keer naar onze podcast gaat luisteren. Nou, dan vind ik het weer helemaal mooi. Nou. Maar als er niks gebeurt, is het ook goed. Mm-hmm. Ja, mooi. En dat is dat is gewoon een ander soort levenshouding. Maar ik snap je vraag wel, hoor. Want ik zat vaak en veel in de zweethut. Mm-hmm. En ik heb diezelfde vergissing begaan. Met de zweethut. En dat was mijn eerste non-duale eenheidservaring in een vrij overweldigende, totaal onverwachte setting. He, want het is donker, het is goed, je weet precies hoe dat gaat. Het is donker, het is oncomfortabel, het is lang, het is heet, het is ongeveer alles wat je niet wil. En daar dan, ja, daar dus. En ik wist ook niet dat ik het ging doen, dus het was voor mij ook nog eens een soort van verrassing. Dus ik stond daar 's ochtends op nieuwjaarsdag, was het geloof ik. Het was in ieder geval nieuwjaars... Het verwelkomen van het nieuwe jaar. Misschien was het 2 of 3 januari, maar het was lang geleden. Maar daar stond ik dan in de rij en we gingen erin. En de deken ging voor de ingang. En het was aardig donker. En ik had gewoon nog nooit zoveel donkerte om me heen gezien. Nog nooit. Ik heb nog nooit in een ruimte geweest die zo donker was. Zo donker dat het weer heel groot werd. Het is een heel kleine ruimte, maar het werd gigantisch groot. Want ja, het brein blijft toch nog een tijdje doorprojecteren. Het is echt wel grappig hoe dat dan werkt. En als je daar maar een tijdje in zit, ja, op een gegeven moment dan... ben je niet meer zo bezig met kijken. En dan werd op een gegeven moment gezongen. En er gaat wat water over die stenen. En het wordt warm. En zo, ik brak helemaal open. Ik vond het echt geweldig. Er bleef niks meer van mijn David-verhaaltje heel. En ik vond het geweldig. Er kwamen eerst heel veel tranen. En daarna heel veel opluchting. En het was echt waanzinnig. En vervolgens kom ik die hut uit. En toen heb ik diezelfde mentale afslag genomen. Als ik nu denk te horen in het voorbeeld wat je net gaf. Oké, dit is gaaf. Hier moeten we meer van weten. Hier gebeurt het. En vervolgens in plaats van de ervaring gewoon te nemen als... Hey, dit is een ervaring die staat dus los van de hut. En dit is een ervaring in mij, bij mij. En ik ga eens een tijdje op die ervaring kouwen. Mm-hmm. Moest ik zo vaak en zoveel mogelijk die hut in. Dus ik heb eerst een beetje alle hutten in Nederland en in de nabije omgeving bezocht. Tot en met Costa Rica aan toe. Om maar zoveel mogelijk in die hut te zitten. Nou, dat was elke keer geweldig. Maar ja, die grote verlichtingservaring, die kwam nooit meer natuurlijk. Toen ben ik een heel bedrijf om begonnen. Nou, daar kun je ook zo vaak en zoveel naartoe als je wil. En daar zat ik natuurlijk ook vaak en veel. Maar eigenlijk wat ik heb gedaan, is... het is precies wat ego doet. Die ervaring op die hut geplakt, snap je? Dus eigenlijk heb ik de vorm voorwaardelijk gemaakt. Dus ik moest zo vaak en zoveel in die hut. Nou, hoe vaak denk je dat ik die ervaring nog een keer heb, die specifieke ervaring ooit nog heb gehad? Nooit. Ja. Ja, heel later nog eens één keertje een glimpse daarvan. Nee, op een gegeven moment was ik met het dikke blauwe boek bezig. Ik was bij Willem. En toen had ik ineens weer zo'nzelfde soort ervaring. En ik zat in de auto en ik reed gewoon ergens van terug. En toen had ik weer zo'n ervaring. En toen begon langzaam maar zeker het kwartje te vallen. Dacht ik, oh ja, wacht even. Ik heb de vorm proberen vast te zetten. Zoals we het in relaties ook altijd proberen te doen. Als we maar meer vorm maken. Ja. Meer plannen maken. Als het maar heel helder is allemaal. Dan krijg ik wel de gewenste output. En daarmee heb je de inhoud. Hè, dus de liefde zelf ben je kwijt.
En dus hoe meer vorm er is in een relatie, hoe meer regels, hoe meer afspraken, hoe minder die liefde natuurlijk vrijelijk kan stromen. Dus dan heb je eigenlijk de vorm voorwaardelijk gemaakt en daarmee heb je de inhoud gekild. Dus in die zoektocht ben ik eigenlijk ben ik die vrijheid van die overweldigende liefdevolle ervaring, ben ik eigenlijk aan het organiseren dat die dus niet meer plaatsvindt. Door te denken dat ik hem steeds op die vorm moet hebben. Nou, dit is precies wat het ego doet. Ja. Want dan weet hij zeker, hey, jij bent mooi daarmee bezig. Nou, die ervaring komt natuurlijk nooit meer op die manier. Dus blijf dat maar lekker doen. Dus juist toen ik dat allemaal minder begon te doen en veel meer in die stap terug modus zit, ja, dan is het gewoon, dit is wel echt nu een levensstandaard geworden. Ja. Dat het zich steeds maar weer ontvouwt. Steeds maar weer ontvouwt. Mm-hmm. En ik word daar steeds, ik word er emotioneel van als ik het zeg. Ik word daar steeds dankbaarder, dat is denk ik het woord. Dankbaarder, steeds ik heb eigenlijk geen woord voor. Mm-hmm. Ik ben er ontroerd van. Echt ontroerd, diep ontroerd van. Dat er zoveel liefde is die dus zoveel leiding geeft. Laat je leiden door liefde of laat je leiden door angst. Je wordt sowieso geleid. En laat je leiden door al die waanzinnige gedachten in je hoofd. Dan word je ook geleid. Je denkt alleen dat jij dat zelf hebt gedaan. Maar dat is nog steeds leiding. Mm-hmm. Ik wil die leiding niet meer. Dus ik zeg tegenwoordig, als dat gebeurt, komt ook uit de cursus in wonderen, deze gedachte wil ik niet. Ik kies daarvoor in de plaats voor liefde. Of de gedachte van God. Of welke zin op dat moment behulpzaam is. Ja. Dus ik kom elke keer toch weer bij die beginkeuze van, nee, ik wil niet naar die wereld van angst. Ik weet dat mijn eigen angsten zijn die ik daar zie. En die zijn niet waar. Ja. Ik wil naar de wereld van liefde. En daar ben ik thuis. Daar ben ik thuis. En dan ga je steeds verder open. Dan open je jezelf voor dat pad. En dat is, daarom heet het bij ons natuurlijk Miracle Roadmap. Dat hebben ze wel aardig bedacht. Want dan zijn er dus ook steeds meer wonderen te zien. Het staat heel mooi in de cursus. Als je geen wonderen waarneemt, dan is er iets grondig mis. En helemaal aan het eind trok ik de conclusie. Oké, en als echt alle wonderen ophouden en je hebt het pad van wonderen gelopen, dan ben je er. Dan word je opgehaald. Want dan is het wonder namelijk niet meer nodig. Het wonder is namelijk ook een illusie. En het is een heel fijne illusie om je steeds verder aan te moedigen dat die verhalen niet meer verteld hoeven worden. Want het wonder leidt je namelijk vanuit die afscheiding terug naar huis. Maar ja, op het moment dat je thuis bent, dan ga je op een gegeven moment ook geen wonderen meer nodig hebben. Snap je wat ik bedoel? Mm-hmm. Dus dan zijn die wonderen ook niet meer nodig. Maar zolang die wonderen er zijn, en bij mij zijn ze aan de lopende band, dat is echt prachtig, dan weet ik, het is de aanmoediging op het pad naar huis. Ja. Dat is waarom die wonderen zo ontzettend behulpzaam zijn. Ja. Ja. Maar dat begint natuurlijk ook wel, een van mijn favoriete uitspraken is dat je de beslissing voor jezelf moet maken. Hè? En ik Jij weet bent ook de dat enige die de verlichting, de verlossing kan doen, dat klopt. Ja. Nou, en ik weet dat de beslissing maken is natuurlijk ook iets vanuit het ikje of vanuit de persoon. Maar ik geloof ook dat als je voor jezelf de beslissing maakt, als je dit hoort van, wil ik de wonderen zien? Hè? En misschien gaat dat in het begin heel erg geforceerd, maar ik heb er vandaag al 3 gehad, bij wijze van spreken. Ja. Weet je wel? Ja. Dat noemen ze wonderbereidheid. Dus je hebt de keuze die jij kan maken, dus de verlossing kun je alleen maar zelf doen, omdat jij bent namelijk degene die de illusie heeft gecreëerd. Hmm. Dus de liefde heeft geen weet van al jouw gekke illusies. Daarom, je kunt namelijk nergens weten hebben als iets niet bestaat. Alleen wij doen alsof het bestaat. Dus in al die gekke gedachtenkronkels, wij doen de hele tijd aan tijdreizen. Ja. We maken de hele tijd een projectie van de toekomst of we zitten met ons denken in het verleden. Maar we zijn zelden helemaal in het nu. Maar de toekomst bestaat niet en het verleden is al weg. Dus het enige wat er is, is het nu. En dat is natuurlijk zo'n hele, hoe noem je dat, platvloerse non-dualiteit. Maar dat is wel hoe het is. Mm. Dus op het moment dat je niet meer de hele tijd wil tijdreizen en dat besluit kun je nemen, dan ben je zelf eigenlijk aan het verlossen van elke keer het vluchten in verleden of toekomst. Dan ben je wonderbereid. Dat is eigenlijk de eerste fase. Zodra je wonderbereid bent, dan heb je jezelf geopend voor het waarnemen daarvan. En dan zul je ze ook gaan zien. En dan kom je in de wonderstaat. Dat is de tweede fase.
En op het moment dat je dat een tijdje doet, dan kun je het niet meer tegenhouden, maar dan word je zelf wonderdoener. Het is niet zozeer dat je de wonderen heel het opwekt, want dat bestaat helemaal niet, dat helpt helemaal niet. En dat zou eigenlijk juist een teken van wantrouwen zijn. De wonderen zijn er gewoon. Het is een volstrekt normale staat van zijn. Alleen, je bent er vaak zelf niet bij, dus neem je ze niet waar. Maar op het moment dat je die wonderdoener bent, dan wordt dat je klank. Hè. Dus net als ik hier nu over zit te praten, dat zit in de fase van voorbij aan de bereidheid, voorbij aan de wonderstaat. Maar dan is het, ben je het wonder aan het doen. Wie weet, luisterde hier iemand naar en die heeft een bepaald gevoel bij. Ja, anders had je hem al lang uitgezet. Dat mag ook natuurlijk. Maar als je nog steeds luistert, dan kun je er ook iets bij voelen. Want het gaat niet om de woorden. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Dus ik onderwijs niet via woorden, voor zover ik onderwijs. Maar ja, iedereen onderwijst de hele tijd. Dat is eigenlijk het eerlijke verhaal. We onderwijzen nu. En op het moment dat je nu afstaat te rekenen bij de kassa en je luistert hiernaar, ben je ook aan het onderwijzen. Je onderwijst altijd jouw staat van zijn ten opzichte van andere waarnemers daarin. Dus als ik onderwijs, dan, en ik ben me daar bewust van, dan doe ik dat niet via woorden. Woorden zijn, zegt de cursus, symbolen van symbolen. Dus het zijn eigenlijk verwijzingen van verwijzingen. Dan ben je dus twee keer weg bij de werkelijkheid. Maar ondertussen gebeurt er zoveel meer. Dat is een complete uitwisseling. Hier tussen ons twee, tussen de luisteraars, tussen de luisteraar en ons, tussen de luisteraar en mij, tussen de luisteraar en jou. En je resoneert dus mee op iets heel anders dan alleen maar de woorden. Daar op dat niveau zitten de wonderen, echt niet op het niveau van taal. Nee. Dus het zit juist tussen die, en dat noemen ze dan ook stilheid, het zit tussen die ruis in. Mooi. Dus wees je heel bewust van wat je onderwijst. En dat vind ik een hele, hele waardevolle les die ik er onder andere uit heb gehaald. Ja. Mooi man. Wij moeten hem afronden. We zijn helaas wat later begonnen omdat wij een elektrische storing hadden in het pand. We zetten nog even een opname, dankjewel. Waarschijnlijk kwam er nu weer melden dat de stroom eraf ging. Ja. Dus eigenlijk te kort. Je moet nog een keertje terugkomen. Ik stel voor dat we een keertje in de tipi ergens afspreken. En dan neem ik Mike's mee en dan doen we daar nog een keer een gesprek. Is dat een supermooi? Ik heb een hele mooie staan op een hele mooie plek. Dus je bent meer dan welkom. Ja, dankjewel voor dit. En ik hoop dat er enigszins een touw aan vast te knopen is. Omdat het is nogmaals niet zo goed in woorden te duiden. Maar wel in een ervaring. En dus als ik naar meditaties luister, dan ben ik ook niet zozeer aan het luisteren naar wat er gezegd wordt, maar dan ben ik aanwezig bij wat er resoneert, ook zo'n lastig woord, maar goed. Wat er bij mij is, snap je wat ik bedoel? Ja, zeker. En dat is natuurlijk, laat ik het anders zeggen. Ik ben heel fan van het woord ceremonie. En ook hier weer, je kunt de zweethut zien als een ceremonie. We kunnen in een tipi een waanzinnige ceremonie doen. En ik kan mensen in een zaal zetten en dat is dan eigenlijk ook nog een soort ceremonie. Maar wat nou als het leven zelf eigenlijk de ceremonie is? Als je steeds verder uitzoomt, maar eigenlijk alles is ceremonie. Mm-hmm. Nou, in de ceremonie gaat het echt niet om wat er gezegd wordt. Echt niet. Het gaat erom wat je ervaart. Het gaat erom wat die stem van die ziel, de jouw eigen intuïtieve opborreling is. Eigenlijk de herinnering aan heelheid, eenheid, vrede, liefde, vreugde. Als dat er is. Ja. En dat kan. Dat kan echt. Dat kan overal. Of je nou boodschap aan het doen bent of auto aan het rijden bent. En dat is de grootst mogelijke bevrijding. Er is dus niks nodig. Want alles wat je denkt dat nodig is afleiding. Mm-hmm. En dan ga je het nooit vinden. Terwijl als je er gewaar van wordt dat het op elk moment aanwezig is. Alleen dat je zelf even niet aanwezig was. Ja, dat is even een hele omdraaiing van het idee dat je eerst iets moet. Nee hoor. Wees het maar eerst. En dan zul je merken dat het er al was. Ja. Mooi man. Dankjewel man. Dankjewel. Tot luisteraars, abonneer je eventjes op waar je zit te kijken. Laat een review achter op Spotify of op YouTube. Vind ons op Instagram. En ik wens jullie heel veel succes. En start allemaal bij al het lijden. De verlossing van al het lijden is vergeving. Yes. Dus daarmee amen. Amen. Mooi.